PicTrack bestaat eigenlijk uit een digitale pen. Waarmee je in de kraamstal data kunt verzamelen. Die digitale pen kun je vervolgens aan de computer hangen. De data komt in een database en die wordt weergegeven in een dashboard. En op die manier kan de dierenarts samen met de varkenshouder de data inzien en kijken wat gebeurt er op het bedrijf, wat is er mis, welke problemen zien we en wat zijn de oorzaken. Met PicTrack heb je dus de gegevens van de kraamstal, vanaf dat de zeugen gaan werpen tot aan spelen. En al die gegevens die kun je gebruiken om specifieke vragen op te lossen. Dus is er een bepaalde verhoogde sterfte bijvoorbeeld? Wat is de oorzaak? Waar zit het hem in? Zit het hem bij bepaalde zeugen? Zijn het de jonge zeugen? Zijn het de oudere zeugen? Zijn er misschien verschillen te vinden tussen de stallen? Is er een bepaalde nieuwe stal die het eigenlijk veel beter doet of juist niet? Of is er een verschil van voer? Is er een voerverandering geweest? Of zijn zij twee soorten voer aan het testen? Is er op een bepaalde dag ook minder sterfte? Is er een specifieke oorzaak die minder voorkomt? Zijn er veel zwakke biggen? Is dat een andere verdeling? En die verdelingen en die oorzaken die kun je allemaal in kaart brengen met PicTrack. En dat kan in het dashboard ingezien worden. Maar daarnaast doen we ook hele specifieke analyses met de ruwe data. Waarop we eigenlijk elke analyse in kaart kunnen brengen. En zelfs kunnen we ook koppelen met andere data. Dus als een varkenshouder een koppeling zou willen maken van goh, wat is het dekmanagement en wat is de relatie tot sterfte of klinische tekenen bij de zeug, dus ziekte, dan kunnen we ook die analyses maken. En op die manier heb je eigenlijk een unieke weergave van wat gebeurt op het bedrijf en wat kunnen we doen samen met de dierenarts om het bedrijf verder te helpen. De data wordt met de pen verzameld en die komt in onze database. Maar deze data is enkel en alleen eigendom van de varkenshouder. En deze geeft ons toestemming om deze op het dashboard te laten zien. Echter is die data zeer goed beschermd en kan enkel de varkenshouder en een dierenarts, waar hij toestemming voor geeft, deze data inzien. En uiteraard wij, omdat wij daar analyses op doen. Maar wij hebben dit heel strikt beschermd, zodat er ook niemand wat met die data kan doen, enkel en alleen voor de varkenshouder, voor zijn vragen en zijn behoeften.